Het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer zorgt ervoor dat bij elke overheidsverkavelingsproject ruimte gereserveerd blijft voor gemeenschapsfaciliteiten. Dit liet minister Kenneth Amoxie van Justitie en Politie donderdag weten in de Nationale Assemblée namens zijn collega van Grondbeleid en Bosbeheer. Het ministerie zorgt ervoor dat bij elk verkavelingsproject er reserveringen zijn voor sportaccommodaties, school, groene strook en reserveringen voor organisaties en overheidsinstanties. Ook zei de bewindsman dat bij aanvragen voor een begraafplaats in een bepaald gebied niet alleen het ministerie van Grondbeleid en Bosbeheer een besluit kan nemen. Er zijn meer actoren die hun deskundigheid moeten delen. Wanneer het gaat om het aanleggen van een nieuwe begraafplaats, is het niet alleen een aangelegenheid van het ministerie van GBB. De belangrijkste instanties die eveneens adviezen moeten uitbrengen zijn NIMOS, MINROS, namelijk de DC van dat district, en BISA. Ten aanzien van de case Allen is de landmeetkundige dienst bezig met het onderzoek. Amoxie reageerde namens zijn collega van Grondbeleid en Bosbeheer op vragen die eerder zijn gesteld door leden van het parlement.